juist, man. Samen met Cynthia, samen met Ketting. We gaan dus zo richting Arena toe. Dan gaan we een soundcheckje even doen. Dan hebben we nog 2 uur te overbruggen. Om te wachten tot mensen aankomen en dat we kunnen gaan spelen. Kom maar door. Ik kan helemaal geen verkeersaanwijzingen geven. Ik weet niet hoe zijn auto werkt. Laat maar zitten. Op naar Verknipt! Arena! Let's go! Nee, ze rijdt gewoon iedereen uit. Yo! Dit is van Limo Company. Hij is. Pas op, ze zijn breekbaar. Ja, hey, Alex! Eigenlijk even stil moeten zijn. Alex moet slapen. Opa moet slapen. Dat was echt een gevaar. Doe jij maar even slapen. Slaap zijn rode lopen. Opa! Dit is bar Cynthia, ik heb Aperol en ik heb Grey Goose, die heb ik gehad een keer bij een show. En dus ook Grey Goose heb ik ook gehad een keer bij een show. Koop je ook nog iets zelf? Ja. Ik kijk het meeste naar uit dat ik voor het eerst in mijn leven op de boot ga staan. Oh. Heb je boot staan? Ja. Nee? Ja. Heb je boot staan? Ja, Alex niet. Die moet werken. Alex moet wel, anders kan ik niet zien. Wat? Kijk jij het meeste uit? Onze verrassing aan het einde van de set. Ja, dat gaat een speciale closing track zijn voor onze set. Heel speciaal. Er komen dingen aan, maar we mogen niet te veel zeggen. Let's go. Ja. Hey, what the fuck? Holy fuck! Wat ben je klein hier, Alex? Goosebumps. Ja. Ik heb gewoon kippen. Dit slaat helemaal nergens op. Papa, klik hier niet klaar. Graag eerste reactie. Door de weekse dag. Gewoon een dinsdag. Niks bijzonders. Dit is gewoon wat we doen. Dit stelt helemaal niks op. Wat moet je dan doen? Eerste reactie. Waarom mijn vader was. Dag, leuk vandaag. Dit kunnen we laten zien. Aan met ons geluid erop. Dus even kijken wat ik ga doen, want deze tweakers hier alleen al zijn denk ik duurder dan mijn huis. Het is leuk, alles staat gewoon geprogrammeerd nu. Dus we hopen straks als we beginnen gewoon aan te lopen, klik, kwak, klok, baf, boef. Alsof het niks is. Je hebt Cynthia gemaakt, ouwe. Hey! Ja, goed. Van mij! Job's a joke, you broke, your love life's key away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Klaar voor? Ja hoor, altijd. Loyaliteit, de mooie herinneringen en band die wij als Verknipt met jou hebben opgebouwd. Dat is precies dezelfde. Hou je mond! One all exclusive Frankie B t-shirt. Dat was een Frankie B t-shirt. Man, een hard t-shirt op ik. Ja, holy fuck. Ja, dat heeft alles, joh. En de kwaliteit ook goed. Hoe je was gezegd. Hij ruikt ook goed. Dat is belangrijk, hè? Kijk, het is Frankie, guys. Proost! Boem, boem!
Hou van jou. Zei je dat nou? Nee. Ja, ik zei dat nou. Dit is mijn allerbeste vriend. Ja, al heel lang. We hebben nog een half uur te gaan. En dan gaan we gewoon spelen. En voor je het weet is het voorbij. Dus we moeten elke seconde bewust... Arena, let's go. Let's fucking go. So cute. We gaan rondjes rennen, we gaan de biel doen, we gaan andere artiesten vragen wat zij ervan vinden. Ik ga eens met een Amsterdamse accent lullen, want ik sta nou eenmaal in de Johan Cruijff Arena. Nee, sorry. Hey. Mag ik je even voorstellen? Mensen, wat is dit trouwens? Best verknippend, toch? Echt, dan moet je zo vloggen. Kijk, wacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Verknipt Vlogs Arena. Met Frank. Frank. En Win. Vincent. Yeah. Vincent B. Vincent B. en Frankie Son. Eerste slachtoffer. Ga je drijven vandaag, lieverd? Alleen maar eigen platen. Alleen maar eigen platen. Vijf nieuwe platen gemaakt deze week. Geef even iets meer insight. Ik had een trommel. En ik heb echt... Ja, eigen signature kicks. Ik heb al mijn kicks die ik ooit heb gemaakt. Ik heb samen gekregen. En daar is echt iets gaafs aan. Vertel eens iets over die plaat. Het Anthem wat ik gemaakt met Rework for Chesto. Luister, wij kunnen dus zeg maar behind the scenes kunnen wij zien hoe vaak al die tracks die nog niet gereleased zijn gedownload zijn en afgespeeld zijn. Echt? Dat heb ik nog niet gezien. Jawel. Die van jou ging lekker. Volgens tijd beter zijn. Tell something about yourself. It's gonna be exclusive. It's gonna be nice. I just finished the track today, so everything is gonna be crazy. Only almost 70-85% only unreleased. It's the most iconic tracks I have. Dude, appeared here. Oh my god. Another top artist. Oh my god. Yo. It's the only numbers. How was your set? It was really good. What's the question? That was the question. Talk about your set. This is on my set. Yes. Cheers. Helaas, Pindakaas zit er gewoon al op. Verknipt Arena was insane tot de laatste seconde. Wij gaan nog een paar shows verder kijken. Dankjewel voor het kijken. Wil je nou meer van deze vlog aan zien? Laat ons weten en ik zie jou de volgende keer. Let's go!